Wij zijn Jacques en Lisa. Ja, en vandaag gaan we om jullie een beetje bezig te houden voorlezen uit een van onze boeken en ook een beetje live tekenen. Ja. Jacques en Lisa, voorleesmoment/tekensessie. Welkom in onze werkruimte, ons atelier. Hey Lisa, zullen we er eens aan beginnen? Hoi. Ja, zeker. Uit welk boek gaan we voorlezen? Ja, uit welk boek? Uit Duif. Alright, super. Kom, zullen we er eens aan beginnen? Dit is het verhaal van Basiel. Op een dag kreeg Basiel een duif. Verzorg hem goed en komt hij altijd naar jou terug, zei opa. Basiel oefende elke dag met duif. Iedere ochtend opende hij het mandje op een andere plek. Hij ging steeds verder en verder. Altijd weer vond Duif de weg naar zijn hok. Omdat Duif steeds sneller vliegen kon, droomde Basiel ervan om mee te doen aan een echte duivenrace. En ja hoor, Duif kwam als eerste thuis. Duif was de winnaar. Zo reisden Duif en Basiel de hele wereld rond. Overal won Duif de mooiste en de grootste prijs. Maar Basiel wilde meer. Basiel droomde verder. Hij droomde van iets wat geen enkele andere duif ooit had gedaan. Op een ochtend sprak Basiel af met een heel bijzondere man in een heel bijzonder pak. Met zijn telescoop speurde Basiel de hemel af. Een beetje naar rechts, een beetje omhoog, weer wat naar links. Zo perfect, mompelde Basiel geheimzinnig. It's one small step for man. One giant leap for mankind. Daar op de maan
zag Basile de man in zijn bijzondere pak weer. Hij opende het mandje en loste de duif. Basile kwam eindelijk uit. Het feest kon beginnen. Met open armen keek hij uit naar Duif. Het hele dorp keek mee. Maar Duif kwam die dag niet thuis. Ach, Basile, laat die droom van jou toch vliegen, zeurden de mensen. Basile gaf niet op. Hij bleef wachten en dromen. Elke dag opnieuw. Van maandag tot zondag, van januari tot december, jaar na jaar. Maar dan, net wanneer Basile zijn droom liet gaan, viel er als een vallende ster iets uit de lucht vandaan.